Yo mensen, Jarask hier en welkom bij weer een nieuwe live gameplay hier op mijn kanaal Jarask Gaming. Vandaag gaan we net zoals gisteren weer lekker Cranked spelen en we gaan vandaag Cranked spelen op de map Flooded. Flooded is een redelijk chille map, maar aan de andere kant ook wel weer een kut map, want je moet in deze map zorgen dat je gewoon letterlijk niet in dat water terecht komt en je moet een beetje bovenin blijven in elk huisje wat je ook maar kan. Want dan heb je altijd het voordeel dat je naar beneden kan scopen. En als jij beneden loopt, ga je niet de hele tijd de lucht in scopen. Dus Flooded kan je het beste spelen door gewoon beneden te blijven lopen. Of boven te blijven lopen en beneden de enemies te killen. Dus in de garage boven, bij de B-vlag, die je nu niet hebt, want we spelen Cranked. Boven, bij de stairs. De staircase, helemaal hier voor mij, links ergens voor mij. Boven. Gewoon allemaal boven blijven zitten. En we gaan dus hier ook meteen naar rechts. En dan klimmen we meteen die auto op. En dan gaan we naar die garage in. Naar de enige echte 3-4 auto's die er staan. Die kunnen ontploffen. Dus daar moet je ook op letten. Want die auto's kunnen ontploffen. En ik heb geen blast shield aanstaan. Dus ik ga er ook gewoon door dood. Maar hier, ik sta nu alweer boven. Dan gaan we even kijken. Kijk, ik loop de eerste alweer. En kijk, dit is dus het geluk dat ik nu heb. Ik kan nu gewoon naar beneden richten. En die enemy is dus gewoon via beneden killen. Als je snapt wat ik bedoel. Als jij beneden staat, heb je altijd het voordeel. Want je kan niet. Je kan niet non-stop naar boven blijven richten in Call of Duty Ghosts. Dus het is handiger om dan gewoon boven te blijven lopen. Zodat je gewoon naar beneden kan richten. Want dat kan net weer wel. En holy shit. Alsjeblieft. Ik weet niet wat die vent deed, maar... Oh shit, er zat er nog één. Maar ik had hem in ieder geval wel. Alleen toen werd ik daarna gekild. Nee, ik wil niet gekild worden. Niemand wil gekild worden in Call of Duty. Iedereen wil gewoon lekker rondlopen. Zonder ook maar één keer dood te gaan natuurlijk. Maar ja, soms gebeurt dat. En in Call of Duty Ghosts ga je best wel vaak dood. Omdat je ook zo lekker snel dood bent. En holy fuck, die vent ging niet dood. Ik plaats gewoon die auto op. Kut auto. Ah, hij ligt er nog steeds ergens hoor. Ik wacht hem wel eventjes op. Ik weet dat hij daar ergens zit. Kijk, dat bedoel ik. Oprotten nou. Even snel deze kant om, want ze komen nu allemaal via die voorkant en via de garage. Dus ik blijf hier heel veel staan. Want, ja, dat bedoel ik. Ik wist dat er hier ergens eentje naartoe kwam. Maar ik wist niet waar die vandaan zou komen. Kijk, hij had hier een setcom neergezet, dus hij wist waar ik stond. Is niet eerlijk jongens. Ik gebruik persoonlijk nooit een setcom. Want ik vind het een beetje onnodige dingen in Call of Duty Ghosts. Want het werkt nou niet echt chill meer. Je moet natuurlijk minimaal 2 setcoms in de map hebben staan. Wil je überhaupt een UAV krijgen. En als je 1 setcom in de map hebt staan. Heb je er niet echt heel erg veel aan. En ik zie nu ook al, nu al. Terwijl het spel net uit is. Dat steeds minder mensen met die setcom gaan spelen. Ik gebruikte hem toen het spel net uit was. Gebruikte ik hem ook heel vaak. Maar nu denk ik van. Je hebt er eigenlijk niet echt heel erg veel aan. Dus... Waarom zou je hem dan überhaupt gebruiken? Want dan kan je beter gewoon voor jouzelf bijvoorbeeld Assault aanzetten met een doggy. En ja, ik vind het een beetje raar. Ik vond gewoon dat ze die setcom hetzelfde als de UAV moesten houden. Gewoon 1 setcom, hup, je hebt een UAV. Maar teammates, ik wil niet heel lullig doen, maar we staan achter. Dus als jullie willen, moeten jullie even je best doen. Ik moet zelf ook mijn best doen, want de enemies hebben nu een helikopter. Dus, ah, fuck. Kutzooi. Dat is wel eens een Call of Duty Ghost. Je gaat veel vaker, ga je... Ietsje slechter dan in Black Ops 2. In Black Ops 2 kon je als je je best deed gewoon elk potje goede score halen. In Call of Duty Ghosts is dat echt stukken moeilijker. Ook gewoon door die helikopter nu niet in de lucht zit. Dus ik wil hier weer weg. Maar ik weet als ik hier weg ga, gaat die helikopter om misschien. Oké, fuck it. YOLO. YOLO, 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 YOLO. Oké, we zijn hier weg. Nu moeten we heel snel een kill maken, want anders ontploffen wij. Dus kom hier. Nee, assist. Geef me een assist. Oh, dankjewel. Woe. He, he. Het is eventjes lucky, lucky, lucky. Maar we moeten nu hier snel doorrennen, want als het goed is komt er nu hierheen. Dat bedoel ik. Waar is die, waar is die, waar is die? Dankjewel, een kuthond. Oké, hond is dood, er komt er hier nog een aan. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Lekker dan, bitch. Hoppatee, zo doen wij dat. Ik wil serieus dit potje winnen, dus ik ben eventjes nu mezelf aan het concentreren. Maar ik wil even ook mijn dog inroepen. Dat is ook nog eens zo in Call of Duty Ghosts. Je dogs en eigenlijk al je killstreaks, ook je setcom, ook gewoon je attack helikopter of hoe de hack het ook mag heten. Roep jij zo ontzettend sloom in. Dus je moet helemaal dat haakje overhalen. En dan moet je weer dat ding inzetten en dan kom je godverdomme niet op. En ik ga over 5 seconden ontploffen. Dus alsjeblieft geef mij een kill. Dat is een hond, daar gaat ik niks aan. Oh, wel? Oh, als je een hond killt... Oh nee, ik kreeg ook gewoon een normale kill. Aha, ik dacht ik kill een hond, dan krijg je toch een crank erbij. Maar ik killde die persoon die ernaast liep, killde ik ook gewoon zonder dat ik het door had. Dus dat is wel mooi meegenomen natuurlijk. Alsjeblieft, loop hier naartoe. Nee, ja, oh, 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 bitch. Get owned, ik zweer het je. Get owned, gek, holy fuck. Ik dacht serieus dat die mis zou gaan, gek. Die Trinity Rocket, maar hij ging gewoon raak, jongen. Holy fuck. Die had ik echt niet verwacht, ik zweer het je. En ik ben nu wel out of ammo, fuck. Even mijn Battlehind inroepen. En jongens, we staan weer voor. Oké, let's go. Dit moeten we vol blijven houden. Hier ligt als het goed is een wapen. Nee. Nee. Pff,
Jezus Christus, man. Doe nou even normaal, joh. Ik heb ook een care package nu en holy shit. Doggy, heb jij hem? Daar liep hij net nog heen. Ik weet niet of het dog hem heeft. Ik heb wel nu een ander wapen gepakt. Plus, ik heb een care package. Dus het gaat best wel lekker zo. En je ziet, ik domineer gewoon één kant van de map. Ik heb ook geen zin om naar die kant van de map te lopen, want daar spannen de enemies de hele tijd. Dus het beste is wat je dan kan doen, is natuurlijk gewoon aan deze kant van de map te blijven staan, zodat je gewoon lekker die enemies de hele tijd kan killen, omdat zij aan die kant van de map spannen. Carepacks ligt in de map. Een sentry gun. Aha! Die heb ik nog nooit gehad in dit spel. En volgens mij zijn ze best wel sterk, dus wat ik ga doen, ik zet er gewoon hier bovenop neer. Zo, hup, lopen met dat ding. En dan een klik. Nou, ga schieten, jongen. Ik weet dat je het kan. Kom op. Schieten met die hop, sentry gun. Ik weet niet wat de range is van de sentry gun. En fuck, over 5 seconden ga ik oploffen. Nee, nee, kutwater, nee. 5 seconden, nee. Nee, ik zit vast. Fuck, fuck. Fucking kutwater, nee. Kut. Oh my god, ontplof ik, man. Hé, hey, jongen, daar kon ik niks aan doen. Ik flikker in dat water, jongen. Dat was helemaal niet de bedoeling dat ik daar inviel. Maar nee, hoor. Oh shit, nu ga ik nog een keer dood. Ah, fuck. Waarom zit dat water er nou weer, man? En er komt ook weer een nieuwe helikopter aan van de enemies. En je ziet nu, ik speel precies hetzelfde als de enemies. En dat gaat dan niet echt goed samen, want de enemies staan de daar te campen. Dus aan die kant van de map, die staan daar gewoon de spawns te controleren. En ik sta de spawns te controleren aan deze kant van de map. Dus mijn teammates spannen bij mij. De enemy die spannen bij die teammates van hun die aan de spawns controleren zijn. Dus het is nu gewoon, we doen beide, in beide teams precies... Maar ook echt precies hetzelfde. Jou zag ik al een half uur geleden aankomen rennen. En holy shit, je gaat niet dood. Lekker is dat altijd. En nee, hebben we verloren. Ah, fucking scheid, man. We hebben verloren. Het was ook niet zo'n snel potje. Maar iemand bij de enemy staat 35-7. Ja, oké. Okay, dan verlies je sowieso in cranked. We gaan gewoon heel snel een potje erachteraan spelen. Want ik wil dit niet verliezen. Komt door die ene vent. Hè? Kijk, die ene vent staat 35-7. En dat kwam... Hij had de hele tijd een helikopter en hij had de hele tijd dogs. En mijn teammates die renden de hele tijd naar buiten toe. En die werden dus de hele tijd gekild door hem. Of ze werden gekild door die helikopter. Dus het was niet zo slim van ze. Ik bleef gewoon chill binnen zitten. In de hoop dat ik niet gekild werd door die helikopter. En dat gebeurde ook niet. Maar die teammates van mij die dachten... Nee, ik ga naar buiten rennen. En ik zie vanzelf wel wat er gebeurt. Maar ja, dat is niet zo handig om te doen. Maar we spelen gewoon een potje erachteraan. Ik gooi even die silencer van mijn wapen af. Want daar heb ik helemaal niks meer aan. Ik denk dat ik gewoon die musselbreker opgooi. Want iets anders... Kijk, die red dots kan je aanzetten, weet je. Daar heb je niet zoveel aan. Deze trackers zijn bullshit. Thermal hybridscope, bullshit. Hologram, bla 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 bla. Heb je niks aan. Deze heb je ook niet zoveel aan. Silencer heb je wel wat aan. Musselbreaker heb je nog wat aan. Grip heb je niet nodig. Shotgun heb je niks aan. Shotgun... Grenade launcher heb je niks aan. Hier heb je bijna niks aan. Hier heb je bijna niks aan. En hier heb je ook helemaal niks aan. Dus... Het enige wat je eigenlijk op je wapen kan zetten... Is, want je hebt altijd twee attachments, extended max. En daarnaast nog eens de muzzle brake of de silencer. Een red dot kan jij aanzetten als je de iron scopes niet chill vindt. Maar je hebt het niet nodig. Je hebt het echt totaal niet nodig in dit spel. Dus dat is een beetje het punt. Je kan het aanzetten, maar ja. Wat heb je eraan? Helemaal geen ene zak. Dus ja, dan kan je net zo goed gewoon uitzetten. Maar goed, dan gaan we. Cranked op de map Sovereign. Of Sovereign. Of Sovereign. Dat is echt een kutnaam. Sovereign. Ik spreek het gewoon op zijn Nederlands uit. Sovereign. Zo. Dus verder op de map Sovereign. We gaan even kijken of we goede score kunnen gaan neerzetten. Het is een best wel dichte map. Dus ik heb niet zoveel aan mijn attack helikopter en aan mijn Trinity Rocket. Maar ja, dat maakt niet heel veel uit. We gaan gewoon kijken of we dit potje wel kunnen winnen. Ik zit weer tegen die ARX. ARX. Wat heeft iedereen kutnamen? Die map heet Sovereign. En die vent heet ARX. Dat is allemaal raar. Hoe heet die fancy met team? Speedy Fun XX Booskap King Veergol. Wat de heck, jongens? Wat de fuck zijn dat allemaal voor namen, man? Dat kan je toch geen naam ook meer noemen, joh? En dankjewel, teammate, dat je doodging. Top. Ik dacht, die teammate heeft hem wel, want ik wist dat hij in mijn zij stond. Maar ja, die teammate had hem niet zo goed. En ik vind... Call of Duty Ghost... Je haalt dus heel vaak minder goede potjes. Maar daardoor... Is dus wel weer een grotere uitdaging om gewoon elk game geprobeerd goed te staan. En wat? Die vent die schiet echt alles raak, gek. Die ARX. Echt, die namen, jongen. Woe. Oké, jij bent een lul. Dan loopt er hier een naast mij. En dan loopt er hier ook nog een boven me, want die zag ik net op mijn minimap staan. Dus teammates. Als jullie even ook met mij willen kijken. Kut, Zetcom. Dan kunnen we ze misschien wel killen. Want ik heb geen zin om twee krachten elkaar te verliezen namelijk. Dus jij bent een lul. En dan... Kut.
Ik wist het! Nee, ik lag proonblok! Nee! Ik lag proonblok! Ik kon niet opzij draaien! Ah, shit! Als jij proonblok ligt, dan kan je niet meer naar links of naar rechts draaien. Dus dan lig je gewoon echt letterlijk vast. En holy shit, multi! Woop! Multi, multi, multi! Oh, nog één! Oh shit, what? 5 kills in 1 keer, jongens. Holy shit, balls. Vraag me niet hoe ik ze heb gekild. Dat weet ik zelf ook niet, maar ik heb ze gekild. En dat is natuurlijk hetgene wat draait. En holy shit! In 1 keer 7 killstreak. What the fuck? Nice. Kijk, hiervoor vind ik Call of Duty Ghosts zo'n vet spel. Je kan zo ontzettend snel... Ah, kut camper. Je kan zo ontzettend snel gewoon zoveel kills krijgen. Dat vind ik zo vet aan dit spel. Gewoon eventjes heel erg even rustig spelen. En bam, je hebt meteen gewoon 7 kills binnen. Dat is niet normaal. En hier weer 2, 3 erbij. Het gaat heerlijk, man. En we staan nu voor. Kom op, teammates. We gaan dit winnen. Doggy, blijf bij me. Met Doggy zie je natuurlijk blauw op de map staan. Dus dan weet je dat hij van jou is. Dan weet je ook waar hij loopt. En dan weet je ook of hij te ver bij je weg is om je te helpen. Of dat hij gewoon naast je staat en dat hij je wel goed kan helpen. Dus het is gewoon altijd goed opletten bij zo'n Doggy. Want soms rent hij helemaal aan de andere kant van de map om iemand te proberen te killen. Dus het is altijd goed opletten met zo'n ding. Want je wil hem altijd gewoon naast je hebben. En alsjeblieft, jongen. Doggy, Doggy, Doggy! Pak hem! Pak hem! Niet doodgaan! Ah, hij is dood! Shit! Ik wil niet dat mijn Doggy doodgaat! Zo, je bent dood, hoor je dat? Ja. Niet echt knock-out hoor, mijn eigen hond. Maar die mag niet doodgaan. De honden in het spel mogen wel doodgaan. Teammate, lekker jongen, we staan voor. Zie je, ziet nu, nu zijn eigenlijk de rollen omgedraaid. Terwijl we nog steeds ongeveer wel in hetzelfde team zitten. En dat kan dus zomaar gebeuren in Call of Duty Ghosts. Soms ga jij goed, soms gaan de enemies goed. En de rollen kunnen zomaar omgedraaid worden. En wauw, maat! Gaat hij in het hoekje zitten hier dan? Woep! Ik ga in het hoekje zitten! Jongens, we moeten wel winnen. Ik zei net, we gaan winnen, dan moeten we ook winnen. Ik sta 19-6, ik heb al 19 kills, hè? En mijn teammate... mijn teammates even... Wat teammates? Wat doen jullie? Ze hebben... Oh my god. Oké. Okay. Oh my god. Nu ga ik nog een keer dood. Mijn teammates hebben bij elkaar met z'n allen ongeveer evenveel kills als mij. Dus... Ja. Daar ben ik niet heel erg blij mee. Maar ja, fuck it. YOLO, we gaan gewoon door. Even kijken of er hier iemand zit te campen. Dit middelste gebouwtje is eigenlijk in elke map precies hetzelfde. Het middelste gebouwtje in heel Call of Duty Ghost is het gebouwtje dat jij wilt domineren. En is het gebouwtje waar iedereen altijd in zit te campen. Om die spawns goed te kunnen controleren. Dus eigenlijk, als jij Call of Duty Ghost speelt, het enige wat je hoeft te doen is het middelste gebouwtje domineren en je haalt een goede score. Maar, dan komt het maar erbij. Als jij het middelste gebouwtje domineert, houdt het in, je bent aan het campen. Want dan ga je gewoon hier namelijk stilzitten en dan wacht je totdat de enemies op je afkomen. Dus ja, weet je, je kan het middelste gebouwtje domineren door er rondom te rennen. Maar je moet niet het middelste gebouwtje domineren door er gewoon letterlijk in te gaan campen. Maar zoals ik nu dus aan het doen ben, want ik controleer nu ook het middelste gebouwtje. Is gewoon heel simpelweg het rondom te rennen. Niet te lang op één plek te blijven staan. En gewoon rennen, 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 rennen. In de hoop dat jij niet doodgaat. Dank u wel. In mijn rug, ik wist het. Ik zat er maar op te wachten, maar we staan nog steeds voor, teammates. Kom aan. We kunnen dit winnen, teammates. Dan moet je niet stil gaan staan. Maat, joekakken! Joekakken! Lopen! Hondje gaat dood, maat. Ik ga joekakken even defenden. Joekakken, kom. Kom! Joekakka! Kom nou! Lul! Hier, ze staan allemaal enemies op je te richten. Kom nou! Sukkel, laat hem zitten. Fucking pisvlek. Komt ook niet, hè, die vent. Zo, die andere ging niet dood, man. Ik dacht, ik pak die andere er ook wel gewoon achterna. En, ah, we hebben gewonnen. Woe! 39 mensen. Die ARX had deze keer niet zo'n goede score, maar dat kwam omdat ik een paar keer had gekild. Maar het is gewoon lekker om crank te spelen. Het gaat redelijk snel voorbij als de enemies gewoon lekker erop af blijven rennen. Maar je zag het, die Joekakka in mijn team... Die stond letterlijk gewoon stil en die is ook nu het potje geliefd. Waarom is die nou geliefd? We hadden gewonnen! Wat een lul! Nou, dat maakt niet uit. Mensen, mocht je hebben genoten van dit live compleetje, geef dan alsjeblieft naar het omhoog. Eerste game verloren. Payback gemaakt. Tweede game gewonnen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet hem alsjeblieft niet te liken. Mocht je nou meer live compleets willen zien op Call of Duty Ghost, laat hem dan eventjes weten. En dan zeg ik voor nu, tot de volgende keer weer. En... Bye bye.